Luisterrijk. De downloadshop voor luisterboeken. Welkom bij deze introductievideo over Luisterrijk. Luisterrijk is de downloadshop voor luisterboeken waar u luisterboeken in MP3 formaat downloadt. U ziet hier de voorpagina van Luisterrijk met een aantal titels die Luisterrijk speciaal onder de aandacht wil brengen bijvoorbeeld een speciale aanbieding van Judith Visser, maar ook speciale aandacht voor een aantal populaire titels, bijvoorbeeld van Karen Slaughter, Saskia Noord en Khaled Hosseini, het bekende boek De Vliegeraar. Van iedere titel ziet u een afbeelding, u ziet uiteraard de titel en de schrijver en een korte introductietekst. Als u op meer over dit luisterboek klikt, dan gaat u toe naar de detailpagina. Op de voorpagina ziet u ook de prijs, wat de prijs zou zijn in de winkel als u de CD zou kopen, en de downloadprijs bij luisterrijk. Daarnaast ziet u het winkelwagentje als u direct tot aanschaf wil overgaan, en u ziet bij iedere titel een koptelefoontje staan. Als u daarop klikt, krijgt u een luistervoorbeeld te horen, bijvoorbeeld het luistervoorbeeld van de vliegeraar. Op mijn twaalfde ben ik geworden wat ik nu ben. Op een kille bewolkte dag. In de winter van 1975. Ik herinner me het moment nog goed. Ik zat weggekropen achter een afbrokkelende lemen muur en tuurde de steeg in bij de bevroren beek. Dat is lang geleden, maar ik heb geleerd dat het niet waar is wat ze over het verleden zeggen: dat je het kunt begraven. En tot zover dit fragment van De Vliegeraar. U ziet dat er voor de fragmenten een pop-up-venster wordt geopend. Aan de linkerzijde van de voorpagina, van de hoofdpagina, ziet u de categorieën staan. Audio tours, cabaret, cursussen en zelfontplooiing, hoorcolleges, hoorspelen en toneelstukken, jeugd- en kinderboeken, non-fictie, poëzie, romans en literatuur en spannende boeken. Als u klikt op zo'n categorie, dan ziet u een overzicht van alle boeken in deze categorie. Bijvoorbeeld de audio zoals u die hier ziet. Als u klikt op zo'n titel, dan komt u terecht op de detailpagina. Ik klik bijvoorbeeld nu op de Jordaan Wandelroute. En ik krijg vervolgens uh, informatie over deze titel, bijvoorbeeld in welk bestandsformaat het wordt uh, aangeboden. In dit geval is dat MP3 en dat is eigenlijk altijd MP3. De uitgever, de speelduur, de bestandsgrootte. Natuurlijk ook weer uh, een linkje naar het luistervoorbeeld, een uitgebreide beschrijving met inhoudsopgave en. Recensies. En zoals gezegd, ook hier dus een uh, linkje naar het luistervoorbeeld. En ik laat u graag even luisteren naar een stukje uit deze titel: De Jordaan-Wandelroute. Hartelijk welkom bij Walk de Walk Audiotours. Welkom in de Jordaan. Je staat momenteel op het Jonge Jordaanplein, het mooiste plekje uit de Jordaan. Je kan wel zeggen het mooiste plekje van Amsterdam. We gaan een stukje wandelen. Ja, wat is er speciaal? Een heleboel dingen. En dat ondervind je als je er zelf doorheen loopt. Let op het verkeer en pas vooral op voor fietsers. En tot zover een fragment uit de Jordaan wandelroute. Een andere populaire categorie is hoorcolleges. Als ik daarop klik, dan ziet u dat eh, Luisterijk inmiddels tientallen hoorcolleges in het assortiment heeft. Van verschillende bekende namen, zoals Ineke Sluiter, Maarten van Rossum en hans jansen aan de rechterzijde binnen iedere categorie vindt u een top 10 de top 10 van bestverkochte luisterboeken in die specifieke categorie in dit geval dus hoorcolleges en u ziet daar dat op nummer 1 staat geschiedenis in het groot van maarten van Rossem, op nummer 2 de evolutietheorie van bas Haring en op nummer 3 mens en dier van midas dekker en ook hier treft u weer de koptelefoontjes aan. waardoor u kunt luisteren naar een fragment uit het betreffende hoorcollege. Een fragment bijvoorbeeld uit Mens en Dier. Een beest moet op een mens lijken. om ervan te kunnen houden. Nou, nog sterker, op die lijst van tien stuks. staat dus één, één gek beest, papegaai. Waarom van alle vogels nou per se de papegaai het meest geliefde. Nou, om de eenvoudige reden, de papagaai die zit rechtop. En tot zover een fragment uit Mens en Dier van Midas Dekkers. Verder naar onder, aan de linkerzijde, vindt u snel zoeken. Daarin kunt u bijvoorbeeld snel zoeken naar een titel van een luisterboek. U ziet hier alle luisterboeken, alle titels van alle luisterboeken die Luisterrijk in het assortiment heeft. Ook kunt u direct naar een auteur toe gaan. U klikt bijvoorbeeld op de naam. Arthur Chapin en vervolgens ziet u alle luisterboeken van Arthur Chapin. Bijvoorbeeld het luisterboek De Klank van Sneeuw. Niet te geloven dat een moeder haar eigen zoon de strot doorhakt. Heigend keek Lea naar het bloed op haar handen. Toch heb ik hem geslacht. De Klank van Sneeuw van Arthur Chapin. Aan de linkerzijde vindt u ook een linkje naar nieuwe luisterboeken. Hier ziet u alle luisterboeken die recent zijn toegevoegd aan Luisterrijk. Zo ziet u bijvoorbeeld dat er recent enkele leuke titels voor kinderen zijn toegevoegd van Hans-Christian Andersen. De Wilde Zwanen en De Nachtegaal. Een fragment van De Wilde Zwanen. Het geluidshuis stelt voor... De Nachtegaal. Een heerlijk hoorspel naar Hans-Christian Andersen. Een sprookje om naar te luisteren uit het verre China. Nee, 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 in het verre China. Nee, dat is weer verkeerd. De keizer van China, die houdt van lekker eten. De keizerlijke soepmeester, heerlijk zitten er balletjes in. Van lekker luizen. Wilt u dan nu even de keizerlijke kont afvegen? En van leuke feestjes geven. De koning van Catalonië. Tot zover dit fragment van De Wilde Zwanen, een hoorspel van het verhaal van Hans Christian Andersen. Onder het kopje. Over Luisterrijk vindt u linkjes naar nieuws, naar nieuwsbrieven, klantenservice, mediacentrum, uitgevers, partners en over Luisterrijk. U treft hier kortom informatie aan die relevant is uh, als u wat achtergrondinformatie wilt hebben bij Luisterrijk. Op de nieuwspagina's treft u informatie over recente overeenkomsten die Luisterrijk heeft gesloten met uitgeverijen, maar ook het feit dat Luisterrijk eens in de zoveel tijd nieuwsbrieven verstuurt. Die nieuwsbrieven vindt u terug in het archief als u klikt op het linkje nieuwsbrieven. U ziet hier dat luisterrijk gemiddeld gesproken eens in de twee weken een nieuwsbrief verstuurt, en u ziet hier ook de inhoud per nieuwsbrief. En als u klikt op zo'n nieuwsbrief, dan ziet u hier de betreffende nieuwsbrief. Een belangrijke pagina is de klantenservice. Luisterrijk hecht grote waarde aan een goede klantenservice. U vindt hier Handleidingen bij het gebruik van Luisterrijk bijvoorbeeld hoe u een gedownload luisterboek op audio CD kunt branden. U treft hier een uitgebreid stappenplan aan. En ook antwoorden op veelgestelde vragen. Heeft u een probleem, loopt u ergens tegenaan, dan is het verstandig om eerst eens hier te kijken of hier de oplossing wordt uh, aangedragen. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar klantenservice@luisterrijk.nl. Tot slot is er nog het zoekvak. U kunt hier via uh, dit vakje zoeken op trefwoord. U kunt zoeken op titel, maar u kunt ook zoeken op bijvoorbeeld auteursnaam. Stel dat u op zoek bent naar een boek van Sophie Kinsella, dan kunt u dat hier intoetsen. En vervolgens ziet u dat luisterrijk drie luisterboeken in uh, uh, het assortiment heeft. En als ik dan klik op één zo'n uh, titel. dan ziet u hier de detailpagina met uitgebreide informatie over het betreffende boek en uiteraard weer een koptelefoontje met het linkje naar het luistervoorbeeld. Bespreking over tien minuten, zegt hij op zijn horloge kijkend. Ik wil dat het concept van de financieringsdocumentatie dan klaar is. Vanzelfsprekend, zeg ik. Ik probeer kalm te blijven, maar van zijn aanwezigheid alleen al krijg ik de kriebels. En tot zover een kort fragment uit Aanpakken van Sophie Kinsella. En tot zover ook deze korte introductie over luisterrijk. Ik hoop dat uh, het uh, wat inspiratie heeft opgebracht voor u en uh, dat u ook wat koptelefoontjes gaat aanklikken om eens te luisteren wat luisterrijk zoal te bieden heeft. In een volgende video meer uitleg over de bestelprocedure en het downloaden van luisterboeken. Tot zover deze eerste video over luisterrijk: Luisterrijk, de downloadshop voor luisterboeken.